Welkom Vlaams minister-president Geert Bourgeois. U heeft zo pas de septemberverklaring afgelegd. Er zat heel veel goed nieuws bij. Een begroting in evenwicht. Meestal horen daar trucken bij. Welke trucken waren het dit jaar? Er zijn helemaal geen trucken mee gemoeid. Het enige wat wij doen, zeer open en zeer duidelijk, dat is dat we zeggen dat we de zeer grote bedragen voor Oosterweel, meer dan 4 miljard, dat we die buiten de begrotingsdoelstelling houden, omdat we daar geconfronteerd worden met zinloze Europese boekhoudregels die zeggen, je mag die investering niet afschrijven over 20, 25 jaar, zoals u en ik doet. Als we een huis kopen, een huis bouwen, dan betalen we netjes elk jaar een stukje kapitaal, een stukje interest, 20 jaar lang, met een budget in evenwicht, liefst met een klein beetje over. Van Europa moet je die investeringen in je boeken inbrengen op de periode waarin je ze bouwt, 2, 3 jaar. Dat betekent dat je boekhoudkundig dus in het rood gaat. En om dat recht te zetten, alleen maar voor die periode, ja, zou je zinloze maatregelen moeten nemen. De belastingen met 1 miljard per jaar verhogen. Of 4, 5 jaar lang geen andere investeringen doen in scholen, in zorginstellingen en dergelijke meer. De Nationale Bank volgt ons daarin, de Hoge Raad voor Financiën volgt ons daarin. Het bedrijfsleven verstaat dat gewoon niet als je zegt dat je die investering niet mag afschrijven. En dus ik ben ervan overtuigd dat we daar een goed beleid voeren. Maar voor de rest is die begroting structureel in evenwicht. En dat is het goede nieuws voor de Vlamingen en voor de kinderen en voor de kleinkinderen voor de toekomst. Oké. U gaat er ook praten op dat de Vlaamse economie iets sneller groeit dan de Belgische. Nochtans zit ze nog wel ver onder het Europees gemiddelde. Wat kan Vlaanderen doen om daar nog een tandje bij te steken? Wel, Vlaanderen heeft een aantal hefbomen niet in handen. De fiscaliteit, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, dat is federaal. Het arbeidsmarktbeleid, dat is federaal. Als wij die hefbomen zelf zouden hebben, zouden we kunnen zeggen, we gaan nog meer inzetten, bijvoorbeeld op het verlagen van de loonkost, niet van de lonen, voor de lage lonen, voor mensen die ongeschoold zijn. We hebben daar heel veel mensen die in de werkloosheid zitten, die in andere landen, in Nederland, in Duitsland, wel een job hebben, in België niet, omdat er ontzettend weinig jobs zijn voor laaggescholden, wegens te duur. Je ziet dat in de logistiek, je ziet dat in de e-commerce, die hebben zich allemaal verplaatst naar of gevestigd in Nederland en Duitsland. Wij zijn bevoegd voor het stimuleren van de economie en wij kunnen ook in een bepaalde mate kortingen geven op de loonkost, wat we ook doen, wat collega Muiters ook doet. Voor bedrijven onder andere? Wel, inderdaad. Wij investeren enorm in onderzoek en ontwikkeling, wat een boost geeft aan onze economie, aan onze bedrijven, waar we aan de top staan bij de Europese innovatieleiders zijn. En dat zijn de jobs voor de toekomst. De industrie die we zullen hebben in de toekomst, die zal zeer sterk technologisch veranderd zijn. Dat zal wat men noemt de industrie 4.0 zijn. En daarom moet je zeer sterk investeren in innovatie en onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe producten, maar ook in uw productiemethodes. Daarnaast investeren wij zwaar in infrastructuur. Je moet een goede infrastructuur hebben. Bijvoorbeeld in de binnenwateren, zoveel mogelijk goederentransport van de weg halen, op de binnenwateren brengen. De grote knelpunten in de files aanpakken, dat gaat dan over de Oosterweelverbinding, de ring rond Antwerpen, dat gaat over de ring rond Brussel en zoveel meer. Dat zijn dus de impulsen die Vlaanderen kan geven en niet te vergeten. Ons onderwijs, dat is een troef voor de toekomst. We hebben een sterk onderwijs, we willen dat ook zo houden. Onderwijs is een garantie voor de groei over 20 jaar, als je nu jonge mensen goed opleidt. Oké. Goed, Vlaanderen engageert zich ook om de kinderarmoede met 10% te doen dalen. Vorig jaar, tijdens de septemberverklaring, zei u dat armoede een topprioriteit was, maar de kinderarmoede is verdubbeld. Hoe gaat u deze nieuwe belofte hard maken? Maar de kinderarmoede is niet verdubbeld. Wij scoren in zaken armoede, scoren wij na Tsjechië, scoren wij best in de Europese Unie. Dus we mogen de zaken absoluut niet zo voorstellen alsof het hier allemaal kommer en kwel is, alsof heel horde mensen hier in armoede leven. Maar dat is niet zo. Wij gaan met de kinderarmoede is toch wel een reëel probleem. Ja, maar we moeten daar andere cijfers over hebben. Kind en gezin brengt cijfers over het risico op kinderarmoede. Bijvoorbeeld een kind wordt geboren als kind van een ongetrouwde, ongeschoolde moeder zonder werk. Dan zegt kind en gezin, dat is een risico op armoede. Dat klopt. Maar dan, vanaf dag 1, geven wij een grote geboortepremie, geven wij verlaagde kostprijs voor de crèches, geven wij premies, participatietoeslag voor het kleuteronderwijs voor die gezinnen, ja, schooltoelagen enzovoort. Goed, maar hoe gaat u die kinderarmoede aanpakken? Onder andere met hele forse steun en toelagen die wij geven vanaf dag 1.
tot en met kinderen die naar de universiteit gaan, met studiebeurzen, met studietoelagen, met de nieuwe kinderbijslag, die zeer grote sociale toeslagen geeft, waar het vroeger in het oude Belgisch systeem 3% van het budget was, dat ging naar sociale toelagen, gaan wij naar 10%, waardoor dus, en de Universiteit Leuven heeft het aangetoond, de kinderarmoede in Vlaanderen met 10% zal dalen. Daarnaast investeren wij veel in sociale huisvesting, verlagen wij verhogen wij het aantal sociale huizen, sociale woningen, verlagen wij de drempels om daarin te geraken, geven wij kortingen, dus fiscale kortingen. Wie werkt, de laagst verdienenden, gaan met de taxshift, gezamenlijk federaal en Vlaams, vanaf dit jaar 100 euro. Dus u zegt, Vlaanderen euro. Gaat dat realiseren. Nu, veel woorden ook over vergroeningsstrijd tegen zwerfvuil en plastic, maar niets over statiegeld. Bergt de Vlaamse regering dit nu definitief op voor deze ambtstermijn? Ja, we hebben een sector ontmoet die zeer, zeer, zeer grote verantwoordelijkheid wil opnemen, die gezegd heeft, kijk, wij gaan ervoor instaan dat we meer ophalen en meer recycleren dan wat de Europese Unie van ons vraagt. Met zeer grote percentages en ook op een sneller tempo in een vroegere periode. Dat geldt voor plastic, dat geldt voor huishoudelijke verpakkingen. Wij gaan ook de gratis plastic kassazakjes verbieden vanaf 2019. Dus er komt een zeer groot recyclageplan maar samen. Maar niets over statiegeld. Niets over statiegeld, omdat wij, dat is een gele lijn in mijn regeerakkoord, vertrouwen geven aan mensen. Als de sector zegt, wij gaan ervoor zorgen dat we zulke hoge percentages halen, hoger dan wat Noorwegen nu, dat modelland is, haalt, hoger en sneller dan wat de Europese Unie vraagt. Het verleidingsdiscours van N-VA. Nee, we moeten de burger verleiden om, maar is ja, dat niet een mensen te zachte aanpak? Nee, we moeten integendeel die sluikstorters keihard aanpakken. Ik vind dat onverlaat en ik vind dat totaal onverantwoord dat je blikjes of plastic verpakkingen of sigarettenpeuken op straat gooit en de natuur laat. Trouwens, met statiegeld heb je maar een deeltje van het zwerfvuil. Er is heel veel ander zwerfvuil. Ik heb het zo pas genoemd. Allerlei verpakkingen, allerlei plastics, allerlei karton, allerlei andere troep, sigarettenpeuken, noem maar op. Met statiegeld straf je ook al die mensen die nu heel correct en heel verantwoordelijk hun blauwe zak gebruiken, die daar alle pet instoppen, dat buiten plaatsen op het moment dat die afgehaald wordt. Die zouden in het vervolg met al die recipiënten naar het warenhuis moeten rijden. Die ongeschonden, want de meeste liggen nu platgetrapt langs de wegen, in zo'n container inbrengen om dan hun statiegeld terug te krijgen. En wij geloven dat wij akkoorden kunnen maken. We hebben die ook gemaakt. We gaan die ook afdwingen met grote boetes als de sector die niet haalt. En lukt dat nog niet, na die 4 jaar in 2023 zeggen we, dan kunnen we aan de sector vragen om een statiegeld of een beloningssysteem in te voeren. Okay. Maar eerst moet je vertrouwen geven, moet je komen tot afspraken met mensen, veel beter dan met dwang. Goed, heel kort over Brexit. Brexit loert om de hoek met het gevaar dat er geen deal komt. Wat kan Vlaanderen doen om, om zich daarop voor te bereiden? Wel, in de eerste plaats sturen wij heel sterk mee binnen de Europese Unie om tot een standpunt te komen, om tot een zo handelsvriendelijk mogelijke Brexit te komen. Ik heb herhaaldelijk gesproken met meneer Barnier, de toponderhandelaar. Die zit op onze lijn. Die weet dat Vlaanderen bijzonder zwaar zou getroffen worden als we met grote invoerrechten zitten, met enorme vertragingen op de vrachten die naar het Verenigd Koninkrijk gaan, met grote tarieven die nu niet bestaan, met misschien afwijkingen in de productnormen enzovoort. Dus we zorgen daar echt dat we de beleid zo goed mogelijk mee bepalen, dat de Europese Unie op één lijn zitten. Twee, we bereiden onze sectoren voor op een scenario waarbij het Verenigd Koninkrijk hoogstwaarschijnlijk, ik hoop dat het niet gebeurt, maar ik vrees dat het wel zal gebeuren, de Europese Unie verlaat en ook uit de douane-Unie gaat. Dat betekent vrachtbrieven, dat betekent invoerrechten betalen. Dat betekent dat onze producten, onze machines, onze farmaceutische producten, onze voeding, die nu beantwoorden aan die ene grote Europese norm, misschien andere normen zal voorgeschoten krijgen in het Verenigd Koninkrijk. En daarom gaan we nu ook een actieplan uitrollen voor de bedrijven, om hen daarop zoveel mogelijk voor te bereiden, om ze ook te helpen om andere nieuwe
exportmarkten te vinden. Maar dat is een ontzettend zware klus, want... En dat moet erop gaan, neem ik aan. Dat moet snel gaan. We zijn er al gelukkig een hele tijd mee bezig. Maar omdat we zien dat het nu slabakt en dat we op 29 maart met de situatie zitten waarbij zij de Unie verlaten, ja, gaan we alle hens aan dek brengen om de ondernemingen te steunen, te helpen daarin. Goed. Afrondend, u bent 67, bent in 2012 uit de gemeentepolitiek gestapt. Wat zijn de plannen hierna? Ik stap nu in eind 2018 uit de gemeentepolitiek. Ik ben nu nog altijd in de gemeenteraad en ik ben voorzitter van de gemeenteraad. Maar u staat niet op de lijst? Ik sta niet lokaal op de lijst, maar ik stop niet op nationaal vlak. Ik ben specifiek gestopt op lokaal vlak omdat het zo moeilijk combineerbaar is met mijn job nu als minister-president. Wat ik specifiek ga doen in mei, op 26 mei 2019... dat zult je op een later moment vernemen. Ik wil maar u heeft duidelijk al plannen. Ik heb duidelijk plannen. Ik weet perfect wat ik wil, maar ik wil dat nu niet brengen. Ik wil met die regering nog een jaar hard werken. Niet laten beïnvloeden door de verkiezingen. Ik neem ook niet deel lokaal, dus ik kan boven de melee staan. En ik wil dat al mijn ministers tot de laatste dag, tot het parlement zijn deuren sluit, eind april ongeveer, dat we keihard blijven doorwerken om te zorgen voor een goed bestuur voor Vlaanderen. Oké, mag ik u hartelijk danken voor deze babbel, Geert Bourgeois. We'll be right back.